Sappige nieuwtjes van Just Pergament. Welkom bij een nieuwe vlog op ons kanaal. We zijn bij de McDonald's en het is fucking druk. Dat is fijn. Nou, welkom op ons kanaal. Ja. Dus je wil daar kanalen zeggen. Hè? Anaal zijn. Anaal. Oh, gaat toch wel. Wet zeggen. Gaat. Huh? Hebben ze? Wat? Wat? Dat zijn rare bakjes. Hm? Kijk dan. Huh? Ik kom te weinig bij de McDonald's volgens mij. Ik heb ijsthee. Nice. Heb je dat ook aangeklikt? Nee, tuurlijk niet. Nou, gelukkig heb ik meerdere servetjes meegenomen. Dat ik zoiets al had verwacht van de Cup McDonald's. Het is echt super druk. Ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Oh, het bonnetje. Nee, het is echt super druk, joh. Ik weet ook niet wat hier te doen is. Wat is hier te doen, Milan? Zeg het eens even. Van alles. Oké, okay, ja. Mijn bestelling bestaat uit 2 van deze jongens. Hier. En 1 kipnugget setje. Ja. En een lekkere cola natuurlijk. Oh, wacht. Hij is tegen. Ja. Ik heb frietjes. Oh, joh. Staat er cola? Cola groot. Cola groot. Ja, geen wonder. Ze dachten, wat was dat? Zo, hij wil vast ijs tegen. Ja, dat lachen ze, ja. Oh my gosh. Nee, het is echt druk, joh. Echt niet normaal. Het was zeg maar zo druk, dat we niet eens op een parkeerplek staan. Maar we staan gewoon in het midden van de parkeerplek. En, oh, nou is de rij van de McDrive. Een stuk korter. Ja, maar net was hij echt nog langer dan de BBC. Huh? Big Black Pop. Kijk eens, serieus niet? De BBC? Ja, maar BBC is ook gewoon een tv-zender. Oh, oké. Okay. Ja, dat dacht ik aan. Ja, ja, ja. Het is echt gewoon een beetje knap. Wat stoer ik hier maar. Oh my god. Zo jammer, hè. Maar, heb je wat leuks te vertellen, Justin? Mm-hmm. Ik zou het leuk. Oh. Nee, zeg maar. Die ijs is echt smerig is. Ik vind echt, what the fuck. Ik vind eigenlijk dat je gewoon terug mag. Ja, nou weer een half uur gaan wachten. Dat ze dit überhaupt durven te verkopen. Dat is echt vies. Nee. En gewoon mijn hele lust in de Mac gaat er meteen af. Gewoon door die kut ijs tegen. Valt wel op, dat als we opnemen. Dat je altijd even iets verkeerds in je bestelling krijgt. Mhm. En dat is je chicken sensation. De vorige keer bestelde ik voor een leuke vriend, maar... Kijk dan. Ja. Ja, wij hebben al een bestelling. Krijg je maar weg, het is veel te druk. En die mensen die wilden wel onze bestelling. Kijk dan! En dacht van... What the fuck is dit? Ook al gewoon geen cola en dan zoiets. Het is wel verschrikkelijk, hè? Stel, er was de Big Tasty saus, dan was het wel erg. Want die saus is echt overheersend. Van de McChicken valt wel mee. Het is meer dan zo'n straatrassen. Dat klopt, ja. Pokémon Tower Defense, gaat goed? Ja, we zijn een nieuwe serie begonnen, Pokémon Tower Defense. En dat gaat goed. Maar wel lastig, jongen. Ja. Wat vaak. En ook geluk hebben. Dan moeten we even opzoeken hoe we die challenges doen. We krijgen een bepaalde Pokémon. Shining Onyx? Dat doen we toch? Nou ja. Alleen challenge 3 is echt van belang. En challenge 2 ook, Old Rod. En challenge 3. En wat hebben we aan een Old Rod? Ik denk dat je dan waterpokémons mee kunt vangen. Mm-hmm. En challenge 3 is voor de Pokédex. En dan heb je dus die achievements van Shadows erbij. Oh, erg? Ah. Dus die kunnen wij nu nog niet vangen? Mhm. Dan krijgen we door die challenges. Oh, nice. Nou, dan gaan we dat doen. Straks. Moet dat, ja, dat, doen we dat onscreen of offscreen? Gaan we eerst kijken hoe we die allemaal moeten halen? Dan. Ja, die zijn echt lastig volgens mij. Nou ja, weet je, je kan wel gebruik maken van filmpjes, omdat je altijd dezelfde Pokémon krijgt. Hij is zo'n slim, jongen. Ja. Maar ja, dat wil je stil kijken, zo. Vertel eens wat nieuws. Toen vandaag, kom thuis, mijn broertje was er, meneer Jan. Hé, hey, kun je me helpen? Ik wilde weer aansluiten, ik weet niet hoe. Ik zo, YouTube, Google. Nee, ik zo, Google, YouTube,
how to install my Wii the terminal. En dan weet je het. Nou, ja, zo flauw, ik kan gewoon even helpen. Hey, ik kan me even helpen met 1 miljoen euro. Nee, dat kan ik niet. Maar ja, ik kon ook niet helpen met de Wii U. Nee, oké, dat doe ik altijd voor, ja, dat is waar. Ik kon echt niet helpen. Ik was zo druk. Met goede jongens ding. Ben jij een goede jongen? Zo'n beetje. Dat is net zo veel als jou. Maar ook altijd zo'n leraar en die zei altijd, het is water koud. Zo koud? Zeiden wij, nee, dat is van jouw penislijn. Ja. Dat is jouw normale penislijn, dat is niet als koud. Valt echt goed, ja. Mooi zo. Een kleine penis wil leven, ja. Het mooiste wat er man kan overkomen. Oh, ja, ik heb er geen ervaring mee, dus. Oké, okay, maar volgens mij heeft een, zeg maar, een, kijk, die shit, zeg maar, die ze op porno doen. Mm-hmm. Ik kan niet geloven dat de meid dat lekker vindt. En ook gewoon als je naar hun gezicht kijkt. Die meiden, die kijken echt gewoon, ik wil dood of zo. Nee, alsjeblieft niet, weet je wel. Ja, echt zo van, bijvoorbeeld, hè, jij in het begin, jij mentioned de anaal, dus ik kom er even op terug. Dit was ook het gesprekstof waar Milan het over wilde helden. Als die meiden dan keihard worden gedrild door zo'n ding van door een BBC, ja? Ja. Of een BWC, WC, weet je wel, white. Ik kan niet geloven dat dat lekker is, dat doet toch pijn gewoon. Dat kan niet, hoor. Ik snap dat echt niet. Kijk, jij hebt bijvoorbeeld ook vrouwen die zijn heel wijd. Oké, hè, dat scheelt, maar gewoon zo'n klein dun meisje. Bijvoorbeeld zo'n Vera-postuur, weet je wel, zo'n meisjes. Nee, jongen, dat kan echt niet. Dat drol je daar gewoon even. Mijn horen drol daar, dat kan, nee, dat kan echt niet lekker zijn. Ja, dat klopt. En dan denk je, weet je wel, ben ik gewoon de man van die meisjes. Ah, dus zo, snap het dan. Nee. Oké, burger nummer 2. Hopelijk is deze burger wel goed. Hebben ze het niet een keer gepongelijk of gespiekt of zo? Nee, niet gewoon. Zeg, waar heb jij hem weer? Hé jongens, zullen we hem een keer een ijsding geven? Ja. Vorige keer al chili chicken. Nee, maar die had je zelf besteld. Ja, man, zelf besteld. Maar waarom staat ze daar? Er staat hier zo'n meisje. En die steekt nou heel langzaam over. En die hoopt geraakt te worden door een auto, maar het lukt niet. Oh, ze trekt haar kleren uit. Niet gek. Ze is wel cool. Kijk, okay. Die auto... Ja? Achter ons of langs ons? Even kijken. Schuin achter. Oké. Heb je kleren nog aan? Ik wel, ja. Zijn niet meer. Oh, niet op de motorkap. Oh. Steek de middelvinger op. Nee, ze zegt ze lip zinkt van dat bepaalde zelf wel. Ik weet dat hij voor AZ is, maar hij heeft echt geen middelvinger op te steken, hoor. Ja, grappig. Oh, ze pakt een mes. Net als jij. Even zo jouw raampje open doen. Zo. Kijk hier trouwens die auto langs ons, joh. Wat fuck. Wat is zo'n busje? Mm-hmm. Daar vervoert die kinderen in. Ja. Kijk nou weer die rij, jongen. Je zou denken dat het nou minder druk wordt, maar het wordt alleen maar drukker. Echt niet normaal. Dat klopt, ja. Dat vind ik ook niet normaal dat je dat doet. Weet je nog? Ik heb genoeg. Weet je nog die ene keer? Toen we voor de verandering een keer naar de Mac gingen. Nou, het is al wel lang geleden, hoor. En toen we iets gratis kregen, want heb ik deze op haar. Ja. Voor een als geld toch eigenlijk iets gratis, dat was wel leuk. Maar er kwam ook. Ik zei, ja, die jongens voor AZ, die is al zo moeilijk. Zoveel Eredivisie nederlagen, weet je wel. Ga nou alsjeblieft gewoon iets anders, weet je wel. Hij heeft al zelf maar het merk hier. Niks tegen zelf, man. Ja, ik kan ook gewoon. Door de McDrive gaan en op iedereen gaan schieten omdat het met BTS niet goed is. Kijk een paar afleveringen terug. Ja, maar als je nou terroristen zijn en je zou gewoon in de Mac zitten en jezelf opblazen, dan heb je nou echt gewoon 100 mensen, denk ik, of zo. Oh, meer, denk ik. Meer dan op het station in ieder geval.
Nee. Hoeveel doden waren er toen? 30 of zo? Dat was op vliegveld, hè? En daar zijn heel veel mensen. Hoeveel doden? Ik denk als je hier doet in dat gebouwtje, die explosie zeg maar, die kan niet zeg maar eruit, of het dak moet eraf blazen, anders komen die shocklifts komen weer terug zeg maar. Dat weet ik, maar je hebt wel meer mensen, alleen er zijn meer mensen op het vliegveld. Ja, maar je gaat toch gewoon kwantiteit over kwaliteit in dit geval toch? Of is het zo van, oh mooie explosie man, oké, je hebt 10 mensen, oké, dat is goed. Nee, dan ga je toch gewoon voor wie de meeste mensen heeft. Hij vermoordt gewoon zichzelf en daar heeft hij voor de rest niks meer. Nou, ik snap het ook niet. Waarom gaat hij niet gewoon een keer s'nachts? Wil je deze voor je nuggets? Nee. Waarom gaat hij niet gewoon een keer s'nachts? Dat vindt hij eng. En dan gooit hij iets in de prullenbak. Hè? Huh? Ja. En dan 2 dagen later, want hè, als je gewoon iets in de prullenbak gooit, je bestelt iets, je doet het in de prullenbak, en je doet dat bij de wc's of zo, hè? Ja, wat dan? Dan kun je het niet zien via de camera's, dat je iets in die tas op je bent. En je gooit gewoon zo'n zakje, gooi je dan weg, weet je wel. En dan een paar dagen later ontploft dan die prullenbak. Ja, dat is wel goed dat je ze op idee brengt. En dan welkom bij onze nieuwe serie How to Make a Bomb Tutorial. Dit moet ik er even uitknippen. Nee, maar ja, het is wel erg wat er gebeurt natuurlijk, maar dan denk ik van, waarom? Zou je de bananenkloppen? Ook, maar waarom zou je dan je eigen leven er ook bij nemen? Ja, dat vind ik ook niet heel slim. Dat is gewoon niet heel ik snap het net als dat je gelooft van... Ik denk niet dat het klopt dat hierboven, of als je zelf moet plegen, dat je dan zoveel maagden krijgt. Ik denk dat dat bullshit is. Dat is wel bullshit. Maar ik denk dat ze dan zeggen, ergens is boel of zo, ik weet niet. Dat is wat een robot. Nee. Ik snap het niet, ik zou het zelf nooit doen. Alhoewel ik me hier dan wel zou graag zou willen vermoorden. Maar ja, waarom dan een bom? Waarom dan geen... Blijf maar tegen me aanpraten, dan gebeurt dat vanzelf. Waarom geen messen steken of zo? Met een mes, jongen. Oh, dat was zo'n tekst van de Joker, dat was altijd zo'n nice tekst. Hij zo van, ik ken jouw vrienden beter dan jij. Hij zo, hoezo? Nou, als een dood, of ja, als je dan een mes tegen een killer houdt of zo, zei hij. Dan pas zie je echt wie ze zijn, of ze een lafaard zijn, of hè. En toen werd die ene gast keiboos en die ging die ook in elkaar slaan. Dat was gewoon in de film, weet je wel. Hij had het tegen die agent en hij wilde die agent opfokken en hij had een paar van zijn collega's vermoord. En hij zei van, ik ken jouw collega's beter dan jij, want hij was een lafaard, dat zag ik in zijn ogen, laatste moment, dat laten mensen zien wie ze echt zijn. En toen werd hij boos. Dat is wel grappig. Cool. Dus, ik wil mijn mensen eigenlijk niet tevoorschijn halen. Nee, die mensen achter ons denken van, ah, 112, die jongen die wordt gegijzeld. Het wordt echt heet in de auto, jongen. Dan had ik maar gewoon koude cola om af te kunnen. Nee, boom. Ik ga de eerste niet meer ringen. Koude gelukkig heb je nog thuis een monstertje. Dat maakt alles weer goed, of niet? Nee. Ja, het maakt wel veel goed, maar niet alles. De emotionele schade die blijft. Maar, oké, stel. Je ging jou morgen om het leven weg. Gaat. Dat is zo grappig. Als je eens niet lacht. Hij is voor een zet slaan. Oké, stel, je weet dat je er morgen niet meer bent. Ja? Overmorgen. Oké, stel, je weet dat je er over 24 uur niet meer bent. Wat ga je dan allemaal doen? Dan pak ik een mes en dan ga je met me mee. Nee, even serieus, waar ga je dat doen? Ga je dan gewoon rampage, allemaal baby's neersteken in het ziekenhuis, want het maakt toch helemaal niet meer uit. Wat ga je dan doen? Ik ga al mijn geld besteden aan Monster en ga een zwembad mee vullen en ga ik erin liggen. Waarom geloof ik dit? Omdat ik een eerlijk antwoord moest geven. En dan besteed je de hele dag drijvend in een Monster. Waarschijnlijk brand je lichaamshuid dan weg door al die suikers of zo. Oké. Je hebt het al een keer gedaan. Dat is mijn dagelijkse routine. Nee, maar even serieus, wat zou je dat echt doen dan? Nee, ik zou wel een monster kopen. Ja, oké, ja, wat een verrassing. Wel meerdere, denk ik. Wat een verrassing. Jij drinkt jezelf gewoon dood voordat je echt dood gaat. Waarschijnlijk. Ja, oké. Hier, cadeautje. Bij de... Ga die jumbo? 1 miljoen monster.
1 miljoen handen. Nou, luister eens, wat zou je doen? Monsterchar, leuk hè? Ja, meer dan 1. Oké, okay, 2. Meer dan 2. 3. Ja, 3. Oké, okay, ja. Ik zou sowieso niet gaan slapen vandaag. Ja, oké. Okay. Dus je hebt 3 monsters en je gaat niet slapen. Nou, oké, okay, 4 monsters. Ik denk 5, want je gaat niet slapen. Oh, ja. Nou, dat ga ik doen. Oké, okay, dus 5 monsters, niet slapen. Ga je tv kijken? Nou, ja, favoriete series kijken, denk ik. Ja? Dus weet ik veel? Wat moet ik doen? Ja, dat wil ik gewoon weten. Ik geef je zeg maar nog 1 dag te leven. Maak ik gebruik van. Als deze video nooit online komt, dan nou, hebben jullie het ook nooit gehoord. Maar... Ik zou bijvoorbeeld... Ik zou wel een monstertje halen. Ik zou bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan en dan gewoon... kopen waar ik gewoon zin in heb of zo. Gewoon lekkere dingen. Dus gewoon monster en snoepjes en zo, denk ik. Weet ik wel, iets zoets. Hoeft niet zozeer snoepjes te zijn. Dan zal ik gewoon naar mijn familie gaan of zo. Mm-hmm. Dan koop ik 20 pillen Viagra en dan ga ik naar Duitsland. Maar ik denk als je 20 pillen Viagra pakt, ben je dan dat je ook al bezwaardig dood bent. Ja. Nee, ik weet echt niet wat ik zou doen dan. Het is allemaal wel fucked up. En ik moet er helemaal niet over nadenken. Nee. Ik zal natuurlijk een berichtje sturen naar al mijn gediefden. Of nee. Nou, dus je vindt mij wel een geliefde, maar je gaat alleen geen brief sturen. Ja. Omdat je mij al in je testament zet voor al je spullen. Bijvoorbeeld. Oh, yes. Wel van mijn slippers. Die heb ik al. Mag niet liggen. Zo, zit hier nog augurig op? Hè? Huh? Zit hier nog augurig op? Ja, ze wel vast. Meneer augurig? Ja. Ken je dat niet van Ketver, meneer augurig? Nee. En dan zegt hij Roffes, meneer augurig. Zo heet dan die aflevering. Dat hij dan groen wordt, dat die blik wordt groen. Ik weet niet waar het over gaat. Cat Scratch. Oh, dat kan ik niet meer. Office, zo heet die ober. Office, ja. Ja, dat zei ik. Office. Zal ik hem in 1 hop of in 2? 4. Oké. Okay. Ik zei 4, ik zei niet 1. Nou, ja, daar kan je makkelijk 3 van maken nou. Hoe heet, oh ja, Prinses Huey. Nee? Ik vond dat schat. Oké, okay, wacht. De rij begint zeg maar daar. Oké. Okay. Wacht. De rij begint daar, bijvoorbeeld. En de auto zeg maar, die erachter staat, die staat er echt zoveel meter achter. Ja, dus eigenlijk als nou zeg maar die auto... Door willen laten gaan. Ja, maar als nou gewoon die auto gewoon eromheen rijdt... Ah! Dat zou jij doen. Ja. Ik heb hem meegemaakt. Oh ja. Die stapte zo uit. Hey, wat drink je voor? Ik heb hem eens. Ik heb hem eens. Oké, Het zou nog zeggen, leuker zijn als hij niet zo aansluit. Ja, ik wou wel zeggen. Hij shockt ons keihard, joh. Die gast is net zo, maar die echt zoveel meter achteraan stond in de rij. Die niet aansloot. Die leek net of dat hij er toch niet wilde aansluiten, zeg maar, op het laatste moment. En dan ging ik echt kijken naar hoe die man erachter zou reageren. Kom op! Ja, kom op! Ik heb een mes! Rij door! Het wordt echt warm, hoor. Get scratch. En dan ben je eindelijk klaar met stagen. Nou, voor 3 weken. Ja, gewoon die pil, man. Ja, dat klopt, ja. Ja, hij staat op het kruis, daar mag hij helemaal niet staan. Oh ja. Ik zou gewoon zijn banden wegprikken met je mes. Oké, alsjeblieft. Zoek het. Nee. Ik krijg waarschijnlijk wel studievertraging, hè? Dat is wat ik... Letterlijk. Oh, nee, wat? Je weet toch wel, mijn schoolsituatie en zo, met die leraren. Heb ik nog niet verteld, of wel? Jawel, je hebt alles al verteld. Oké, okay, dus ik heb ook gezegd dat ik een klacht in moest dienen. Ja. Klacht heb ik ingediend. Ja, dat was ongeveer... Kreeg ik een gesprek met de vertrouwenspersoon. Oh ja, dat is ook gezegd. Klacht uitgelegd. Mm-hmm. Zij staat er net. Bemiddelingsgesprek. En dan nodigt zij dus deze week, heb ik dus een bemiddelingsgesprek. Nodigt zij die Vera dus uit. En dan gaan we dus, dan gaan hun dus kijken. Want toen ik 1-op-1 gesprek had met mijn coach, toen was het zo van...
ik had jou niet aan, maakt jou niet uit, je bent voor jezelf, dit, dat. En nu omdat hun erbij zitten, mag je die antwoorden niet zeggen. Nou moet hij die antwoorden maar geven. Dus als ik dan bijvoorbeeld zeg van die uren. Ja. Van, hé, het is mooi, ik moet dus al die opdrachten in gaan halen voor die uren. Alleen ook al was ik 100%, jullie bieden niet minimale wettelijke uren aan. Nee. Dus jullie keus, dan van, wat zien jullie mij? Of moet ik het dan hoger op gaan? Weet je wel, zo zei ze het ook van. Ze zei tegen mij van, oké, maar wil je het dan eerst zo oplossen? Of wil je het meteen juridisch gaan oplossen? Mm-hmm. Nee, tuurlijk niet. Want stel, het is dus wel echt zo. Mm-hmm. En ik ga dus de juridische kant op. Nou, kost mij geld. Stel, ik ben in de rechtszaak, kost het me geen geld. Maar allemaal gedoe. Plus misschien dat mijn diploma of de opleiding dan gelden voor te betalen. Dan heb ik niks, weet je wel. Dus zij zei van, hun moeten dan ook de over... Stel, jij bent gelijk... Want ik zei wel van, oké, stel hun overtreden dus de wet, dan ga ik niet toegeven. Ik ga alleen toegeven met hetgeen waarmee ik mee eens ben. Net zoals dat voor transport, ik doe niet mee. Ja. Ik kan niet meedoen, dat ik daar een andere opdracht voor krijg om het dan te halen. Hé, ben ik mee eens, weet je wel. Ik heb een ongeluk, kan niet meedoen, moet ik iets voor doen. Mee eens. Maar niet als hun, zeg maar, het switchen van locatie in de half jaar. Dat, als daar gewoon niet mag, zeg maar. Ja. Als daar gewoon regels voor zijn, dat het eigenlijk niet zomaar mag, zonder dat van tevoren is aangegeven. Wat ik... logisch vindt, zeg maar. En anders buiten de straal, binnen een bepaalde straal, dat je fietsafstand, dan mag het ook nog. Maar buiten straal, os, 22 kilometer of zo, dan mag volgens mij niet. Want dat was toen ook van, ik heb me aangemeld bij Veghel op school, en in derde zei ze in één keer, je moet naar os, want wij gaan bezuinigen. Ja. Nooit van tevoren aangegeven. Dus, stel als jij, dat ze daar een eind over zeggen van, ja jongens, we gaan bezuinigen. En, want de opleiding werd ook gewoon nog gegeven in Veghel. Ga maar naar... Amsterdam. Friesland. Volgens mij mag dat niet zomaar, zeg maar. Tenzij het van tevoren is aangeven. En misschien hebben ze in het contract gezet dat je tekent als je op school komt, zeg maar. Dat je, weet, als de algemene voorwaarden of als de voorwaarden veranderen, dan ga je daar, dan stem je daar sowieso mee in. Want in de vierde heb ik niks te tekenen. Nee, maar dat doe je voor je schoolperiode. In de derde heb ik ook niks te tekenen. Nou, normaal moet je tekenen dat je... aan de schoolregels houdt, dat je huiswerk maakt, dat te veel. Ja. Gedragsregels moest je tekenen altijd, maar dat hebben we in de derde en de vierde hebben we dat niet meer gehad. Dus. Maar ja, als dat dan zo zou zijn, dan moet hij dus dat kunnen vertellen. Nou, maar ik dus, hun moeten dus die overweging nemen in dat gesprek. Ik zeg van, die uren kan niemand halen, maar ik moet die opdracht maken omdat ik specifiek die vakken dan nog minder uren heb gemaakt. Waarom? En dan moet hij mij dat kunnen vertellen. En dan zegt hij, daar heb ik geen antwoord op. Dan denk ik, oké, je hebt daar geen antwoord op, maar je laat het me wel doen. Ja. Wat slaat het op dan? Je zegt nou weer letterlijk, ja, geen idee, maar ik moet het wel doen. Ja. Waarom? Geen idee. En anders moet hij zeggen, klopt, want je loopt. Je hebt nou nog minder uren dan die 1000 uur, dus vandaar dat je dan toch nog minder dan... Nee, dan moet ik gewoon een volle pakket krijgen. En dan in periode 4, dat jullie nou allemaal zeggen, ja, je hoeft niet naar school te komen, want we hebben niks te doen. Mm-hmm. Die lessen worden afgetekend, mag ook niet. Dat is fraude. Wij moeten op school zijn, jullie tekenen de lessen af. Ik vind het niet erg, ik hoef minder naar school, ik ben blij. Maar als je daarna zegt van, hey, Justin, komt uren tekort, dat is dan ook niet... Hè? Ja. Dat is dan mijn probleem, want jullie maken het mijn probleem. Maar dan ga ik niet zeggen van, ja, is goed. Nee, jullie bieden gewoon geen, dan ben ik ook flauw, zeg maar. Het is dan ook gewoon en, weet je wel. Dan niet van, ja, weinig uren. Ja, tuurlijk. Maar moet ik bij want het gaat puur om coachen. Wat moet ik bij coachen? Ja. Dus, ja, we moeten dan ook die afweging nemen van, willen ze dan ook verder gaan of niet? Ja, en ik zei met transport al van dat ik gewoon ga toegeven, want daar ben ik mee eens. Maar met die specialisatie... Dat, hoe zit dat dan met HBO? Leg me dat maar uit. Wanneer krijgen die HBO's die opdracht? Waarom mag ik niet per se switchen? Ja. Die afspraken zijn gemaakt. Er is geen afspraak gemaakt dat het tussentijds dat het van locatie kon veranderen. Is ook niet gemaakt. Dus waarom kan er dan niet gewerkt worden aan een oplossing daarvoor? Het is gewoon nee en dat moet ik dan pikken. Nee, dus hun moeten ook gaan toegeven dat we dat niet doen. En ze zijn dus wettelijk niet juist bezig. Mm-hmm. Dan komt hier, elke school heeft een jurist of zo. Ja, zeg dat? Dat zou best kunnen. Jurist? Nee, jurist, ja. En die moet mij dan gaan vertellen, die moet dan gaan uitzoeken. Want hij moet mij dus kunnen vertellen van, hey Justin, is dit fout? Mm-hmm. Maar dat kan hij alleen weten als hij dat ook weet.
Nou, op basis daarvan, als ze hun gewoon fout zitten, ga ik het niet toegeven. Dan zeg ik, nou, zeg het maar. Ik maak die opdrachten, ik ga hiermee hoger in beroep. Maak je best die opdrachten, want dan, als ik die opdrachten maak, moet hij mij laten staan. Dus dan maak ik die opdrachten, maar dan klaag ik er wel aan. Nou, goed. Als die jurist dan zegt van ja, dit mag niet. Oké, waarom hebben jullie dat dan gedaan? Jullie hoeft het weer weg. Goed, ik maak dan gewoon die opdrachten. En dan krijg je een boete van 10.000. Oké. Daarvoor maak ik wel een opdracht. Dat was het einde van deze vlog. Hij is een beetje abrupt, is hij gestopt, omdat de telefoon is vol. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog. Vond je het nou een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Zie je vanavond nog een keer weer. Adios, amigos.